De jaarlijkse Sint-Nicolaas-picknick in Spencer Park, georganiseerd door de Nederlandse Society Christchurch. Met stalletjes waar traditionele lekkernijen te koop waren, zoals oliebollen, boterkoek en natuurlijk een broodje kroket. En andere Nederlandse en niet-Nederlandse producten. Is dat het Belgische mannekepies? Hoogtepunt natuurlijk was het bezoek van de Sint. Ondanks de enorme werkdruk in Nederland wist Sinterklaas toch nog even tijd te vinden om een bezoek te brengen aan Nieuw-Zeeland. Het was echter wel een bliksembezoek, geen tijd voor stoomboot en paard. Sinterklaas arriveerde in een sportauto. Welkom, welkom, Sint Nicolaas. So good to see you. A very warm welcome again. It was a fantastic trip. Very tiring, but I'm glad to be here and I'm so glad to see all your lovely faces again. It's been a long time. It's been a whole year since I've been here and yeah, I see some faces that I recognize and some new ones and that is really good. What are you doing there? Pete, come back. Na welkom te zijn geheten door de voorzitter van de Nederlandse club, Annie van der Dussen, was het tijd voor de kinderen om even bij de Sint op schoot te mogen zitten. Al was dat dan niet altijd even succesvol. Ik ga van Sinterklaas een grote porseleinen vaas, een yoghurt en pindakaas, een opgeblazen varkensblaas, een vlieg doorlatend vliegengaas, een lege wasmand vol BH's, een stripboek zonder pagina's, twee opgestoken kropsalaas. Spencer Park, Canterbury. Dit is Theo Boekhoff voor Echo Radio.